Dit is Oma Post, Wilbert. Dankjewel. Mijn naam is Wilbert van der Kamp en ik ben... ik heb iets in mijn oog. En ik ben CEO Oma Post van Oma Post. Wat we doen is het verbinden van je online leven met je offline oma. Dat doen we eigenlijk door het automatisch verzenden van een foto die we van je Instagram halen, 1 keer per maand. En die drukken we op een kaartje en die sturen we naar je oma toe. Hier zie je een oma met zo'n kaartje. Het is wel een beetje een wat oudere versie dan de kaartjes die we nu gaan versturen. Nu denk je misschien dit is de ideale manier om mijn oma ervan te overtuigen dat ze die dikke erfenis mijn kant op moet schuiven. Nou, zo kan je het interpreteren. Maar ik heb ook meegemaakt dat het anders kan zijn. Er werd een automatisch kaartje van mij naar mijn oma gestuurd. En daarop, ik wist niet wat voor foto het was, maar daarop stond ik in een wit koksjasje in een keuken. En zij vroegen mij, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Zei ik, nou oma, misschien wist je het niet, maar ik studeer niet meer ondertussen. En ik sta wel eens in de keuken te koken. Hier was ik met deze producten bezig. En toen vertelde ze mij dat ze die producten ook in haar moestuin had. En nodigde me uit om een keertje langs te gaan komen. Nou, ik ben bij haar langs gekomen. Ik ben samen met haar met die producten gaan koken. En dat is eigenlijk de verbinding die wij als Oma Post zoeken. Die verbinding tussen de nieuwe generatie, die vooral online heel veel bezig is, en de oude generatie die dat wat minder is. Het startte bijna een jaar geleden op, jullie hebben hem al gehoord, het Startup Weekend. Oh. En we waren met 9 man. Nou ja, zoals elke start-up aan het begin heeft, gaat het niet altijd even soepel. Uiteindelijk besloten we met 3 mensen toch nog eens verder te gaan. En het op een echt minimale manier te gaan proberen om te kijken of het zou werken. Nou, dat sloeg enorm aan. We zijn bij Hart van Nederland geweest. Hier zie je me zitten met verkeerd drukwerk op mijn shirt, dankzij mijn moeder. Maar ja, ze drukt het logo overal op, dus ze kan het ook een keer fout doen. Hier zie je RTL Nieuws, waar we onder andere op waren. En Moderne Hippies, blijkbaar een erg populair blok onder een bepaalde volkingsgroep die ik niet heel goed ken. Maar we waren aan het werken met Google Form, zoals je oma hier ziet zeggen. Ook wel bekend als Google Form. En Google Form is een manier, of eigenlijk een formulier dat niet superveel vertrouwen wekt bij de mensen. Daar kwamen we achter, want we waren heel veel in de media, maar we hebben maar 150 oma's blij gemaakt. En we hadden verwacht dat dat meer zou zijn. Dus dachten we, dit moeten we op een betere manier gaan doen. En toen zijn we op zoek gegaan naar een programmeur. Ik heb iemand van Spindle een mailtje gestuurd. Klein beetje sluikreclame kan, dacht ik. En ik vroeg, kan jij misschien op zoek gaan naar een developer van mij die dit een tof idee vindt? Nou, die vonden we in de persoon van Noé. En die sloot aan bij mij. Ik vertel een beetje de verhaaltjes. Bij Niek, die op de business let, en bij Elke, die het design maakt. En zo zijn we aan de slag gegaan om een nieuwe vorm te vinden. Nou, die is nu zo. Je logt in met je Instagram. Je voegt een oma toe of je maakt een oma aan, als je er geen hebt. Je schaft credits aan en door middel van die credits kan je de kaartjes versturen. En dan krijgt je oma elke maand een persoonlijk kaartje. Tot op dit moment deden we het allemaal handmatig. Zo is mijn oma wel eens bij de buren een kaartje op moeten gaan halen, omdat ik het adres verkeerd op had geschreven. Dus automatiseren is het devies. Zowel om de foutmarge klein te krijgen, als om meer te gaan verdienen. Zien jullie gekke code? Dat is een code van Cent. En wij gaan samenwerken met Cent, een postorderbedrijf. En die gaan de kaartjes voor ons versturen, waardoor het goedkoper en minder fout gaat. En in de marketing werken we samen met Innocent. Eind september gaat een campagne online. En zij, eigenlijk net als wij, zijn bezig met het verkleinen van de eenzaamheid onder ouderen. Nu heb ik goed nieuws en slecht nieuws. Goed nieuws, jullie zijn de eerste gebruikers van de nieuwe website. Slecht nieuws, hij is nog niet online. Over 1,5 week, op zondag, gaat hij om 8 uur 's avonds online. En de eerste 50 mensen die een profiel bij ons aanmaken met hun Instagram, krijgen het eerste kaartje gratis. Goed verhaal. Leuk gedaan. Ja, echt geslaagd.